Dus mijn naam is Lecter en ik lees mijn debuutroman Ondanks de ondergang voor de Luisterpuntbibliotheek. Saul zag hoe er een vreemdsoortige communicatie ontstond tussen de twee, zoals je die enkel ziet in natuurreportages op tv. Ze knikte trots. Alles aan Mario was een feest van herkenning, alsof ze elkaar al jaren kenden. Hun beider lichaamstaal was die van jonge hondjes die elkaar afsnuffelden. Mijn ouders waren cultuurliefhebbers met de grote K, zei ze. Ouders doen toch wel hun best om veel betekenis in een naam te leggen, vind ik. Alsof het een soort van geschenk is dat ze met je meegeven om je verdere ontwikkeling te verzekeren, zei Mario in een poging om haar zin af te maken. Saul sloeg het schouwspel met open mond gade, het leek wel kolder. En natuurlijk mag je mee, zei Antenne. Hoe meer zieligen, hoe meer vreugd. Ze zei het met uitgestreken gezicht, waardoor Saul wist dat ze het meende. Vreugd was nu niet meteen het woord dat opkwam bij Saul en Victus bij het vooruitzicht van een reis met die twee, maar er leek amper om te komen aan. Natuurlijk had hij tegengesputterd en zijn bezwaren geuit. Gesticulerend had hij met onweerlegbare argumenten geschermd, maar alles was weerloos gebleken tegen de ijzeren wil van Antenne. Er werd in Sauls plaats besloten dat hij deel zou uitmaken van het reisgezelschap. Antenne had de overredingskracht van een pletwals en ze had iets waardoor geen enkele man onder haar wensen uit kon komen. Het leek wel hekserij. Niet dat Saul een willoos sujet geworden was dat eender welke wens van haar tot vervulling zou brengen, maar erg veel speling was er toch ook weer niet. Het goede nieuws voor Saul was dat hij hier niet meteen met twee Nobelprijswinnaars te maken had. Tegen de tijd dat hun plannen concrete vormen zouden aannemen, zouden de restanten van de uiteengespatte aarde inmiddels weer door kosmische bewegingen aaneengekoekt zijn tot een verse planeet, voorzien van begroeiing en atmosfeer en leven in de vorm van eencellen die meer hersenactiviteit zouden vertonen dan Antenne en Mario samen. Met een beetje geluk hoefde Saul niet eens moeite te doen om niet op roadtrip te moeten. Gewoon de loop der dingen zijn gang laten gaan zou waarschijnlijk voldoende zijn. Maar in de tussentijd zat hij natuurlijk wel met die twee maloten opgescheept.